Nou, op korte termijn voor de inwoners denk ik niet. Ook niet voor de inwoners die een Engels paspoort hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hè, die kunnen hier blijven wonen en die kunnen hier blijven werken. Breda Nu. Je weet het meteen. De Brexit komt steeds dichterbij. Wat betekent dit voor Breda's bedrijven? Brexit-expert Saskia Geuninger vertelt samen met Erwin van der Meer hoe bedrijven zich het beste kunnen voorbereiden. Ik ben Saskia Geuninger. Ik ben accountmanager gemeente Breda. En daarbij ook de Brexit-specialist sinds kort. En voor de Brexit ben ik een eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers in de gemeente Breda. Die nog niet weten wat er gaat gebeuren en hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden. Ik denk dat het nu wel meer gaat spelen gezien wat er in het nieuws nu gaande is. Hè. Maar het is de afgelopen maanden eigenlijk al zoveel alle kanten opgegaan dat we ook wel hebben gezien dat een aantal ondernemers wat afwachtend zijn. Hè. Zo vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. En dat nu toch wel eigenlijk ook wel vanuit ons het signaal komt van hè, bereid je voor, kijk wat nodig is. Misschien dat het uiteindelijk niet zo'n vaart gaat lopen, maar mocht het dan toch wel nodig zijn, dan weet je wat je moet doen met exportdocumenten of dan weet je wat je moet doen met de heffingen en wat je allemaal geregeld moet hebben om het te kunnen exporteren hè, naar het Verenigd Koninkrijk. Mijn naam is Erwin van der Meer, ik ben lid van het ondernemersteam van de gemeente Breda. En binnen dat team ben ik verantwoordelijk voor acquisitie. Dat betekent dat ik bedrijven ondersteun die zich in Breda willen vestigen. Dat doe ik samen met een andere collega. En ik ben ook nog verantwoordelijk voor het team als geheel. Ik denk dat bedrijven die zich hier willen vestigen niet zozeer twijfelen vanwege de Brexit. Ik denk juist dat er kansen liggen voor ons. Omdat bedrijven die zich anders misschien in het Verenigd Koninkrijk zouden willen vestigen. Of bedrijven die nu in het Verenigd Koninkrijk zitten. Op zoek gaan naar andere locaties. En Breda zou daar een goed alternatief kunnen zijn. We hebben landelijk een hele mooie Brexit-loket. Daar kunnen ze bij vragen, kunnen ze terecht. Dat is een heel duidelijk eigenlijk overzicht waar ze per vraagstelling toch wel uit de voeten mee kunnen. En er is een hele mooie Brexit Impact Scan, heet dat. En je ziet dat ze daar ook wel per sector vaak wel goed kunnen zien van oké, wat voor acties moet ik dadelijk ondernemen, waar kan ik eventueel tegenaan lopen. Om zo goed voorbereid te kunnen zijn. En als we het dan even wat lokaler trekken, wat zouden nou echt gevolgen zijn voor de inwoners van Breda van deze Brexit? Op korte termijn voor de inwoners denk ik niet. Ook niet voor de inwoners die een Engels paspoort hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hè, die kunnen hier blijven wonen en die kunnen hier blijven werken. Dat is hè, in ieder geval wel een afspraak en daar zal ergens een transitie gaan plaatsvinden. En op de lange termijn ja, dat het Europa en Nederland geld gaat kosten op een bepaalde manier. Denk het wel, maar hoeveel dat dan is per burger en wat dat dan precies betekent voor de producten, niets van te zeggen. Breda Nu. Je weet het meteen.